Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé-reading, coaching, begeleiding. Dank je wel daarvoor. Maar ook de vele verzoeken voor de jaarreadingen die zo populair zijn. Hebben jullie nog daar interesse in, neem dan gerust contact nog met me op. Er zijn nog wat enkele plekken vrij. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag, werk ook in het weekend. Dus dan ben je helemaal up-to-date. Vandaag de Angel Wisdom Tarot. Als een nieuw deck. Had ik voor mijn verjaardag besteld, maar hij is iets wat verlaat. Dus vandaar. Ik ga hem even met jullie kort doornemen en daarna ga ik een mooie legging voor jullie doen. Een heel dik boek. En eigenlijk geen plaatjes, maar gewoon uitleg wat, waar de chariot, de wagen voor staat, etc. Nou, we hebben de dromer. Dat is de grote arcana, nummer 0. Nummer 1 is de magician, de hoge priester, de keizerin. Natuurlijk kan de keizer niet ontbreken. De wise counselor, oftewel de hoge priester, de lovers, de wagen. Justice, de kluizenaar, de hermiet. Het wiel, het rad van fortuin, de krachtkaart. De ontwakeningskaart, releasekaart, dus loslaten, de balanskaart, de egokaart, de transformatiekaart, de sterkaart, de maankaart, de zonkaart, vernieuwing, dus vaak ook de wederopstanding, de wereldkaart. Dan hebben we hier de aas van staven. 2 van staven, de 3, de 4 van staven, de 5, 6, de 7, de 8, 9, 10 van staven. Als het je snel gaat, druk dan gerust op pauze, hè? Als je ze op je gemak wil bekijken. De page, de schildknaap van staven, de ridder van staven, de koningin, de koning. Dan gaan we naar de aas van bekers. 2 van bekers, nummer 3, nummer 4, nummer 5 van bekers, 6, 7, 8, 9, 10 van bekers. De page, dus de schildknaap van bekers, de ridder van bekers, de koningin en de koning. En dan gaan we naar de aas van zwaarden, de 2, de 3 van zwaarden, de 4... De 5, de 6, de 7, 8, de 9 en de 10 van zwaarden. Hele andere entourage dan op de meeste andere tarotkaarten. De schildknaap van zwaarden, de ridder, de koningin, de koning die wat verveeld kijkt. Dan hebben we hier de aas van munten, de 2 van munten, de 3, de 4, de 5, de 6... 7, 8, 9, 10. De schildknaap van munten, de ridder van munten, de koningin en de koning van munten. Nou, ik ga ze even shuffelen. Het is een mat deck. Ik hou wel eigenlijk meer van matte decks dan eigenlijk... Moet ik deze nemen? Nee, hoor ik. Oké, okay. Mag meer gaan shuffelen. Hopelijk een positief bericht, of een mooi bericht in ieder geval voor jullie. Ik hoop dat alles goed gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Ook al zijn er beperkingen hier en daar in Nederland nog wat strenger dan in België vooralsnog. Maar wat niet is, kan misschien nog wel komen. Ik bereid me altijd voor op het ergste, dan valt het altijd wel mee. Eventjes ook nog zo dit doen. Dat ik zeker weet dat het heel goed geshuffeld is.
shuffelt heel goed, die matte kaarten. Glanzend plakken vaak aan elkaar. En, ik vond het een mooi deck. Ik vond het ook een fijn deck, omdat het er anders dan anders uitziet. Veel luchtiger, niet zo van die zware energie met die 10 van zwaarden of die 3 van zwaarden. Dus ik denk dat het wel meevalt qua berichten. Ik heb het gevoel dat het... Dat de communicatie niet zo lekker verloopt. Want de kaarten willen niet echt goed mengen. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben dat het een deck is wat, wat nieuw is. Het voelt wel zwaar aan. De communicatie, gevoelens die geuit moeten worden. Geen zekerheid hebben. Oké, nou, nog een keertje breken. Dan gaan we eens kijken. Wat mogen wij weten, spirits and guides, voor de mensen die hiermee resoneren? Iemand is zenuwachtig. Beetje een opgejaagd gevoel. Een hart in de keel. Iemand wil terug contact. Iemand heeft iets op zijn lever, moet iets vertellen, maar... Heeft vooralsnog de moed niet. Heeft ook het gevoel dat hij of zij gezichtsverlies leidt op het moment dat er openheid van zaken gaat gegeven worden. Maar er is, het is van groot belang dat er gecommuniceerd wordt. Deze persoon heeft ook het idee van ik heb niet voldoende om weer terug... deze verzoening aan te gaan. Kan zijn dat deze persoon denkt van... om dit goed te maken, moet ik van goede huizen komen? Moet ik misschien veel inkomsten hebben? Of ik moet met een mooi groot aanbod komen? Kan van alles zijn. Er is heel veel onzekerheid. Heel veel onduidelijkheid. Er moet echt heel veel besproken worden. Zodat er terug balans kan komen. Er moet dus verandering in deze zaak komen. Even kijken. Als ik zo kijk, de hoge priester en we hebben hier de aas van munten. Het kan goed zijn dat deze persoon wat moet regelen op het gerechtshof. Het kan natuurlijk ook zijn, spiritueel gerechtshof, dat iemand dus karma heeft gekregen. Maar het kan ook een gerechtshof zijn waarbij het een en ander geregeld mag worden. Het is nogal een jong kind op deze kaart. Het kan zijn dat het gaat om alimentatie of dat er een kind in het spel is. Maar het kan ook zijn dat deze persoon het gevoel heeft van dit moet eerst afgewerkt worden voordat ik iets nieuws kan beginnen met jou, de kijker. We gaan eens verder. Die persoon voelt zich echt bezwaard. Je moet eigenlijk gaan communiceren. Wow. Wat is dat voor een energie? Lijkt me een tekst door de war. Ja, het is iemand die uit balans is. Dat is wel heel veel. Nou, de counselor, oftewel de hoge priester, de magician, de 3 van, wat is dat, zwaarden? Nee, de 3 van bekers, pardon. De lovers, de 2 van bekers en de 5 van bekers. En onderste kaart van het deck is dus die aas van munten. Hè? We willen graag een nieuw begin met jou. Maar er moet eerst iets op die rechtbank geregeld worden. Of ze moeten hun karma gewoon ondergaan. Een van de 2. Ze zijn jou op dit moment aan het manifesteren. Betekent gewoon dat ze heel veel aan je denken. Heel veel herinneringen hebben. Ze willen binnenkort in het reinen met je komen. Het kan ook zijn dat er op het gerechtshof het een en ander moet worden geregeld. Omtrent een overlijden. Ik zie hier aronkelken. Of wat ik zeg, alimentatie voor een kind. Uiteindelijk hopen ze, als dit achter de rug is, dat er een verzoening plaatsvindt tussen jullie met die 3 van bekers. Ze hebben gevoelens voor je met de loverskaart en we hebben natuurlijk ook nog
extra bevestiging hier met de twee van bekers. Maar op dit moment zijn ze gefocust op het negatieve op de vijf van bekers. En dat kan goed met die rechtszaak te maken hebben. Dat ze het gevoel hebben dat ze te weinig financiële middelen bezitten. Of dat er op dit moment geen mogelijkheid is om jou die liefde te bieden. Echt gefocust op het negatieve. Nou zeg, wat is dat nou toch iedere keer? Het is echt een energie die uit balans is. Dus die persoon moet echt, als dit achter de rug is, toch zeker nog even de nodige tijd spenderen om terug in balans te komen. Want het is echt, die persoon laat zich door zijn ego, hè, door zijn angsten, door gebrek, dat soort dingen, door illusie eigenlijk leiden. En dat weerhoudt ze om van het leven te genieten, om relaxed te zijn, om los te komen van dat wat hen die angst en die opgejaagdheid en die zorgen biedt. Hoe gaat dit aflopen, Spirits and Guides? Komt dit goed? Ja, het komt goed, hoor ik. Oké. De acht van staven, dus dat betekent van er gaat binnenkort contact komen. Het kan zijn dat dat pas in het nieuwe jaar is. Maar het kan ook zijn zo tegen het nieuwe jaar, dus niet meer met de kerst, komt er contact. Komt er een bericht jouw kant op of een telefoontje. Kan ook zijn dat iemand jou een nieuw jaar wenst en dat dat een aanleiding is om met elkaar weer terug contact aan te binden. De bedoeling is dat het succesvol gaat verlopen met die zes van staven, dit contact. En met de acht van bekers kan het goed zijn aan de ene kant dat jij zoiets hebt van joh, ik wil dit achter me laten, want er is te veel gebeurd. Anderzijds kan het ook zijn dat ze heel veel spijt hebben van wat ze gedaan hebben. Zij doen in ieder geval plannen voor de lange termijn, de drie van staven. Ze hopen als hun schepen binnenkomen dat ze jou het een en ander kunnen gaan bieden. Dus het komt goed in de zin van er komt contact. Hè, dat contact is nodig voor duidelijkheid, voor victorie. Maar het kan twee kanten op gaan, want er kijken honderden mensen. De een zegt van, ik laat het hierbij, ik heb nu die duidelijkheid, ik kan dit hoofdstuk gaan sluiten. En voor anderen die zeggen van, er is duidelijkheid, die persoon heeft echt spijt en ik ga het nog een kans geven. Dus het is maar net in welke groep je zit. Als het resoneert, mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel weer voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.